Hallo allemaal, vandaag is de dag van de audiovisueel erfgoed. Audiovisueel erfgoed? Oude filmpjes. Zwart-wit beelden. Dat is handig, weet tekenen zwart-wit. Oude camera's, filmrolletjes. Die je moest ontwikkelen. Ja, laten we zoiets maar gaan tekenen. Teken je mee? Ja, wat gaan we daar nou bij tekenen? Nou, laten we eens beginnen bijvoorbeeld met een ouderwetse camera dan. Zo. En dan zit er zo'n bandje in. Ja. En zo. Zijn net sinaasappelpartjes zo te zien. Het zijn natuurlijk die filmspoelen. Zo. Ja, of het is een filmprojector kan natuurlijk ook, hè. En het is helemaal zwart. Ook. Daar komt. Zo. Ja, dit maar in principe ook gezwart. Filmspoel. En we hebben een beetje het silhouet van de camera. Ouderwetse camera. Of in ieder geval wat ze vaak gaan gebruiken voor cinema of voor ouderwetse film. Ja, we hadden natuurlijk vroeger ook het ouderwetse filmrolletje. Zo. En daar zat dan een film op. Dat was het beginstrookje. De gaatjes waardoor die werd meegenomen in de spoel van de camera. Ik had het beter open kunnen laten, zie ik nu. Maar goed, dit zo was een filmrolletje, zag er zo uit. Moest je ook niet bij het licht houden, want dan werd je film verpest. Inderdaad, die film spoelen. Dat ook grote blikken waar die film in kon, zo. Een filmklapper, die heb je natuurlijk ook nog. Zo. Daar stond hier natuurlijk in opgeschreven van wanneer wat. Goed. Hier opschrijven. Datum, tijd en de film. Dus hier is een scharniertje. En een filmbord. Een klapbord. Filmspoel. Nou, die hebben we net daar boven opgetekend. Maar ik kan hem nog wel anders tekenen. Ook weer. Ik kan het hem ook nog zo weergeven met rondjes. En dan die film die eruit komt zo. Ik ga dat nu weer even dus inderdaad anders doen dan toen straks. Zo. Ik denk dat dit beter is. Zo, nou is het duidelijk een filmpje wat eruit komt.
diepte erin geven. En dan zat die film op zo'n spoel opgedraaid natuurlijk. En zo. En aan de andere kant zat ook nog een spoel. Daartussen zat zeg maar die film opgedraaid. Zo. Nou, ik zou zeggen, ga zelf eens aan de slag met audiovisuele... De dag van de audiovisualiteit. Zo, het is een heel moeilijk woord ook weer om uit te spreken. Maar goed, ga zelf eens aan de gang met oude film, oude beelden. En ik zie je morgen in de volgende video. Tot morgen.